Deze video gaat over het opstellen van de formule van een raaklijn. En ik ga dit uitleggen met behulp van een voorbeeld. Gegeven is functie f en f is 1 derde x tot de derde min 4 x plus 6. En verder is bekend dat er een punt p is op f waarvan de x-coördinaat gelijk is aan min 3. Wat moeten we doen? Nou, we moeten met behulp van differentiëren de formule opstellen van de raaklijn L in het punt p. Dus wat gaat er gebeuren? We hebben dus functie f en dan hebben we daar een punt p op. Er gaat een raaklijn lopen langs punt p. En de vraag is, wat is nou de formule van de raaklijn? We moeten daarbij gebruik maken van differentiëren. Hoe je moet differentiëren heb ik in de vorige video uitgelegd. Dus als je niet weet hoe je dat moet doen, moet je die video eerst even bekijken. Oké, we gaan aan de slag. Het gaat over een raaklijn. En we hebben geleerd, een raaklijn is altijd een rechte lijn. Van een rechte lijn weet je de formule. De formule is van de vorm y is ax plus b. Dus we noteren, ik weet van L, y is ax plus b. En wat moeten we doen in deze opdracht? We moeten dus de a en de b uitrekenen, want dan is de formule voor L compleet. Hoe gaan we dat doen? Nou, ze hebben ons al een kleine hint gegeven. We gaan namelijk differentiëren. Dus dat gaan we eerst even doen. We gaan differentiëren, dus we rekenen f accent x. En daarvoor deden we het volgende. Hier doet 1 derde keer 3. Nou, 3 keer 1 derde, dat is 1. De 1 hoeven we niet op te schrijven. En van de macht haal je er eentje af. 3 min 2 min 1 is 2, dus je krijgt x kwadraat. Min 4x, als ik dat differentieer. Min 4 keer 1 is min 4. X tot de macht 1 wordt x tot de macht 0, want er gaat er 1 van de macht af. X tot de macht 0 is 1, dus we hebben geen x meer over. Plus 6. Plus 6 valt weg, want er staat geen x bij. Losse getallen vallen bij het differentiëren altijd weg. Dus dit is de afgeleide functie van functie f. Die afgeleide die gaan we gebruiken om de helling te bepalen in het punt p waarvan we de x-coördinaat min 3 weten. En nu gebruiken we dus waar de afgeleide voor bedoeld is. Namelijk, als je in de afgeleide een punt invult, dus we gaan noteren f accent en dan min 3. En we gaan dat uitrekenen. Dus je krijgt min 3 in het kwadraat min 4. Nou, als ik dat uitreken, dat is 9 min 4, dat is 5. En dat betekent dus dat de helling van functie f in punt p, waarvan we x-coördinaat min 3 is, de helling in dat punt is gelijk aan 5. En dat is het idee van de afgeleide, dus dat moeten we hier gebruiken. Als de helling van de grafiek in dat punt 5 is, dan betekent dat dat de richtingscoëfficiënt en helling van een raaklijn, dat is hetzelfde, de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is ook gelijk aan 5. Dus dit was mijn formule en ik weet nu meteen, uit dit weet ik meteen, dus de a, dat is de richtingscoëfficiënt, die is gelijk aan 5. Want de helling van de grafiek en de helling van de raaklijn, oftewel de richtingscoëfficiënt van de raaklijn, die zijn hetzelfde, dat is het idee van een raaklijn. Dus, als er uit de afgeleide 5 komt, weten we a is 5. Dus tot nu toe hebben we als volgt, de formule is dus tot nu toe l, y is 5x plus b. Nou, nu is de vraag, hoe moet ik de b uitrekenen? En dat hebben we wel eerder gedaan. Daarvoor moet je eerst een x en een y-coördinaat invullen. En dan ga je een vergelijking oplossen om de b te berekenen. De x-coördinaat weten we, die is min 3. De y-coördinaat weten we nog niet. Dus de y-coördinaat gaan we even in. We gaan de x-coördinaat hier invullen om de y-coördinaat te berekenen. Dus dan krijgen we f min 3 is gelijk aan 1 derde keer min 3. Tot de macht 3 min 4 keer min 3 plus 6. Nou, dan mag je even uitrekenen met behulp van je rekenmachine. En daar komt uit 9. Dus van punt p weten we. Dus van punt p weet ik min 3,9. Dat punt ga ik hier invullen en daarmee ga ik de waarde van b berekenen. Dus we krijgen 9 is 5 keer min 3 plus b. 9 is min 15 plus b. Dan moet b wel gelijk zijn aan 24. Zo, nou, tenslotte moeten we antwoord geven op de vraag. De vraag was, stel met behulp van differentiëren de formule op van de raaklijn. De conclusie komt er nog even. Die schrijf ik even hier. Dus L, y is 5.
x plus 24. En nu hebben we de vraag beantwoord. Dus samenvattend, wat hebben we nou gedaan? Nou, het eerste wat we gedaan hebben is dat we hebben bedacht, het gaat om een raaklijn. En van een raaklijn weet ik, y is ax plus b. Vervolgens stond er in de vraag dat we moesten gebruik maken van differentiëren. Dus we hebben functie f gedifferentieerd, toen kregen we dit. En om de a te vinden, vul je de x-coördinaat van het punt in de afgeleide. Dat doen we hier. Dat werken we uit, komen we op 5, dan weten we, a is 5. Vervolgens moesten we de b nog uitrekenen. En dat deed je door een x- en y-coördinaat in te vullen en vervolgens de vergelijking op te lossen. Dat hebben we hier gedaan. We kwamen uit op b is 24. En tenslotte noteerden we nog even de conclusie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video.